Ik word al bang, hè? Kom eens. Marcel, c'est le temps idéal pour les barbecues. Vandaag mogen jullie dus jullie grill skills bovenhalen. Wij? Ja, ik weet het niet. Zijn jij een griller? Nee, ik heb ook geen skills. Welke barbecue bakt het vlees perfect gaar? En de welke is een onhandig ding waar je het vuur amper aankrijgt? J'espère que vous êtes affamé. Je suis affamé. Voilà, ik heb dus grote honger. Laat ons hopen dat het daarover gaat en niet als de grill skills. Ja, dat vrees ik ook. Ja. Aujourd'hui, c'était mon premier barbecue et je suis très content d'avoir fait avec Marcel et avec vous. De challenge was heel eenvoudig. We moesten zo snel mogelijk onze barbecue gaan halen, hem op zijn plaats zetten en dan het vuur aanmaken om dan nadien te kunnen barbecuen. T'es parti comme une flèche. Et moi, j'ai pas. Et puis en plus, le mien, il s'est cassé la gueule. Il était moins solide. Je l'ai senti moins stable, enfin de moins bonne qualité et moins tenu que celui de Marcel. Maar ik werd gesaboteerd door mijn collega hier die meedeed en hij stampte gewoon mijn kolen weg. Maar dat heeft hem niet geholpen. Ik heb het toch aangekregen en. Uiteindelijk heb ik gewonnen. We zijn er bijna. Simo. No. Yeah. Yes. Yes. Ja, je mag winnen. Ik zou het ook doen, moest ik in uw plaats zijn. Maar nu niet. Le barbecue de Marcel était plus pratique que le mien. Klopt. Hoe steviger uw barbecue, hoe beter uiteindelijk. Aujourd'hui, on a dû faire à manger au barbecue. Ouh, premier barbecue de l'année! On avait du poulet, de la viande végétarienne, on avait des scampis et on avait aussi des brochettes de bœuf mariné, il me semble. Et le challenge, c'était de simplement cuire la viande et de faire le meilleur plat possible avec ce qu'on avait devant soi. Hoe ziet hij dat dan gaar is? Of moet ik dat toedoen? Ik barbecue niet heel veel, misschien één keer per jaar. Dus ik ben niet zo'n expert daarin. Oh nee. Oh! Ja! Scampi. Elle est tombée? Voor niks gestorven. Ik ben zelf ook veganistisch, dus ik weet ook niet wanneer vlees klaar is. Dus dat vind ik ook heel moeilijk. Oeh, dat ziet er al wel goed uit. Oei, dat is al verbrand. Dat is niet erg. Dat brûlé. Dus uiteindelijk was het zwart en dan dacht ik, nu is het klaar. Elle a nous empoisonné. Oh my. Oh no. Oei. Het rechterbord was verbrand en droog. Echt die garnaaltjes. Och, dat worstje. Maar dat was nauwelijks nog een worstje. Dat was echt zo, ja, een soort aanvalswapen geworden eerder. Die worst is echt het ergste wat er tussen ligt. Maar heb je die saté al eens gezien? Ja, dat is echt alle twee. Oh, nee, jongens. Nou, hier. Dus het was met momenten echt een opoffering om ons daardoor te werken. Zo proeft houtskool. Voilà, dan weten we dat ook ineens. We kunnen met zekerheid nu zeggen wie de winnaar is en wie de verliezer. Hoewel we dat na één seconde ook al hadden kunnen zeggen. Eh bien, je pense que j'ai gagné, selon le jury. Mon plat était le plat préféré. Toen ik hoorde dat mijn barbecue eigenlijk veel sneller werkt, waardoor er meer kans is dat er vlees aanbrandt, dan denk ik, oké, nu heb ik wel mijn zelfzekerheid terug. Alors, Phyllis, dis-moi, à ton avis, quel était le meilleur barbecue pour cuisiner aujourd'hui? De jouwe. Het duurt wel langer, maar het wordt niet zwart. Dus de jouwe. Non, c'est vrai.